Leuk dat je er bent, welkom. Ik wil je nog een paar vragen gaan stellen, maar ik wil eerst weten wie ben je en welk boek heb je gekozen? Nou, ik ben Solomon en ik heb De Rest van ons Leven gelezen en ik ga nu een paar antwoorden daarover. Daar ga je mij wat over vertellen. Je mag hem er alvast bij pakken, ja. Ik zal hem aan jou geven, want Els Berum zie ik. Ja. En het eerste wat ik hierover wil weten, wat zorgde ervoor dat je dit boek in één ruk uit wilde lezen? Ik denk omdat je snapt gewoon de karakters, zeg maar. Je snapt hun pijn en hun blijdschap, wat er gebeurt en hun, zeg maar, hoe ze steeds, zeg maar, beter worden in hun leven en dat ze steeds meer dingen leren. Oké, dat klinkt heel erg interessant. Ja. En als je nou uit dit boek een personage zou mogen ontmoeten en je zou er eentje mogen kiezen, wie zou dat dan zijn en wat zou je dan willen vragen? Ik denk Fredo, de hoofdkarakter in het eerste half van het boek. En hoe het was om, zeg maar, gewoon ineens van Italië naar Engeland te gaan. En hoe dat is om je thuisland gewoon te verlaten ineens door een oorlog. Je zou meer willen weten over de ervaring. Hoe voelt dat nou? Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En als je nou iemand iets zou mogen vertellen over dit boek, wat zou je hier dan over willen zeggen? Ik denk dat het gaat over hoe je, zeg maar, jezelf vindt. Ook al ben je ergens waar je niet thuis hoort of thuis voelt, zeg maar. En ja, gewoon dat als je je bijvoorbeeld niet echt thuis ergens voelt, dat je dan snapt hoe het dan voelt ook voor hun. Dus je kunt je daardoor beter inleven in het verhaal en de personages. Ja. Het lijkt mij een heel mooi boek. Ik ben er heel erg benieuwd naar geworden. En dat waren ook meteen al mijn vragen. Top. Dus dat heb je supergoed gedaan. Dank je wel. Ja, dankjewel.